Ja. Ik ben hier een levensgrote leeuw aan het maken. En dat is een model wat uiteindelijk in brons gegoten gaat worden. En de ambitie is om deze daarna te vergroten en op 5 meter te gaan uitvoeren. En daar hoop ik een publieke plek voor te vinden. En zou dat dan misschien hier kunnen? Dat zou ik fantastisch vinden, maar ik weet niet of dat hier past. Hij ziet er in ieder geval verdomd levensecht uit. Hoe komt dat? Dank je. Nou, ik doe dit al 25 jaar fulltime. En katachtig heb ik onder andere naast vele andere dieren veel gedaan. En ook veel bestudeerd. En wat ik eigenlijk doe is bij zo'n leeuw, dan ga ik vrij wetenschappelijk, is de basis van het werk. Dus er zijn veel metingen, er zit bijvoorbeeld een plastic schedel in van een levensgrote leeuw. Het zijn kopieën van echte schedels. En daarmee heb ik eigenlijk de verhouding van de kop al, in eerste instantie al grote lijnen al klaar. De plek van de ogen, de jukbeenderen. Daarna ga ik naar het Naturhaus in Leiden. En dan vraag ik of ik een leeuwenskelet mag nameten. En dan kan ik vanuit die schedel die ik heb alle verhoudingen onderling weer op de juiste plek krijgen. Dus het is een vrij meetkundige in eerste instantie oefening. En het meest interessante en leukste deel van mijn werk vind ik eigenlijk om er de emotie van het beeld te pakken, van de essentie van het dier, maar om het een mystieke blik te geven. Dus het is geen basisemotie zoals angst of verdriet of boosheid, maar ik wil het een beetje een onpeilbare blik geven. Dat vind ik er interessant en leuk aan. Je laat leidenaren meewerken, hoe reageren ze erop? Ja, heel enthousiast en leuk. We zijn eigenlijk net begonnen, maar ik zit hier nog vandaag aanstaande zaterdag en dan nog de 2 weken daarna, de woensdag en de zaterdag. Tot en met 16 november, als ik goed heb, als dat zaterdag is, de laatste. Elke woensdag en zaterdag van 12 tot een uurtje of 5, of dat het gaat schemeren. En dus ik heb een hoop klein meegenomen en mensen, gereedschap en mensen mogen hun eigen beeld komen maken. Mogen ze ook mee naar huis nemen, dus van harte welkom. Dat zou ik heel leuk vinden. Het is gewoon een beetje klei hier op de markt. Ja, klei op de markt, ja. En dus iedereen is hier welkom om zijn eigen beeld te maken.